Wat denk je? Is het allemaal echt genoeg voor een vlog? Misschien een beetje saai? Kom maar even met me mee. Mijn zoon is 8 en hij kijkt heel graag naar YouTube-video's. Ik heb hem wel eens gevraagd waarom. Wat vind je er nou zo leuk aan? En weet je wat hij zei? Ik vind het gewoon leuk om naar de levens van andere mensen te kijken. Ja, dat snap ik helemaal. Ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Hoe los je dat nou op als je zakelijk vlogt en je wil niet je hele hebben en houden voor de camera gooien? Hoe zorg je dan dat je vlogs maakt waar iedereen toch nieuwsgierig naar is? Ik ben bij de kantoorboekhandel en daar ga ik printer cartridges kopen. Dat is interessant hoor. Hey, even kijken hoor. Dat is gelukt. En nu door. Alleen je leven, dat kan ook best wel saai zijn. Dat doen die echte vloggers ook niet, hè? Die verzinnen er van alles bij. Die gaan pakjes uitpakken of make-uppen of gamen natuurlijk. En ik ga dus een brief posten. Maar of dat nou leuk genoeg is? Jij hebt ook wel meer te melden dan dat je een brief post of een mascara uittest of de slappe lach hebt. Jij hebt echt wel meer te melden. Die video's maak je als je zakelijk vlogt ook niet alleen maar voor de likes en de complimenten. Hè? Het is leuk als je ze krijgt, goed voor je zelfvertrouwen. Maar ja, daar betaal je dus de printercartridges niet van en de postzegels ook niet. Zo'n zakelijk vlog, daar heb je alleen iets aan als je iets meer doet dan laten zien wat je zo al doet en meemaakt. Als je waarde toevoegt. Dat kan in de vorm van een ervaring, maar ja, wat ik vandaag gedaan heb, is niet echt voor jou een waardevolle ervaring. Dus als je dat toevallig even niet voorhanden hebt, dan vertel je er dus iets bij. Dan zorg je dat je iets vertelt waar je kijker liefst meteen iets mee kan doen en waar die blij van wordt. Welke tip kun jij geven terwijl je iets anders aan het doen bent? Dat is natuurlijk de ultieme zakelijke vlog. Iets te zien, iets te beleven en iets te leren. Dat kun jij ook. Help mij als jouw kijker aan een nieuwe ervaring of leer me iets. En ga dan niet voor een witte muur staan. Neem me mee je leven in. Je hoeft echt niet alles te laten zien, maar wel een klein stukje. Ik ben heel benieuwd naar jouw video. Zet hem hieronder of stuur hem maar me op. Tot ziens. Doeg!